Dag allemaal, wat leuk om u even te kunnen toespreken. Mijn naam is Erik Scherrer, hoogleraar klinische neuropsychologie van de VU in Amsterdam. Ja, we moeten nu allemaal thuis blijven, thuis zitten. Maar dat zitten, dat bevalt me nou juist niet zo goed. Hè? Dat letterlijk thuis zitten. Want het is toch een best heel spannende tijd. Je ziet dat mensen meer spanning ervaren, kunnen ervaren, meer stress kunnen ervaren. De vraag is ook een beetje, waar komt dat allemaal door? Nou, er is heel veel uitleg mogelijk, maar ik pak het brein er maar even bij. Het kan natuurlijk niet zonder het brein, het moet met het brein. En wat je bijvoorbeeld ziet, ik haal hem even uit elkaar. Kijk, nou zie je bijvoorbeeld hier, dit is de binnenkant hè, van de hersenen. En u ziet hier de hersenstam. En hier liggen de gebieden voor ademhaling, bloeddruk, hartregulatie. Maar alles wat wij door de dag heen met elkaar bespreken, dus horen of zien, televisie, radio, kranten. Het is natuurlijk, momenteel is dat heel veel sombere berichten, heel veel ellendige berichten. En het is ook niet anders, maar dat komt dus, wat u hoort en ziet, dat gaat niet zo rechtstreeks hier waar uw oor zit, zo uw brein in. Nee, dat gaat eerst langs de hersenstam. Aha. Dus al die berichten en wat u ziet en hoort, komt hier binnen, precies waar uw hart zit en uw ademhaling zit en uw bloeddruk zit. Dus u begrijpt wel, die berichten die kunnen uw hele systeem zeg maar ontregelen. Dat u denkt, ik voel me ook gespannen en gestrest en wat een ellende allemaal. Hè? Ja, dat kan. Dat kan via deze route bijvoorbeeld. En als u dan zou vragen, maar hoe kan ik daar nou grip op krijgen dat dat systeem weer tot rust komt? Aha! En dan komt dat bewegen, want dat bewegen, ik draai hem even om, dat bewegen activeert grote, dit is frontale, grote delen van de schors. En juist dat deel hier, ik draai hem weer even om, zo, kijk, zo. Dus dat deel hier, hè, dat remt prachtig op die gebieden die hier liggen. Dus u krijgt weer controle erop als u dit kunt activeren. Nou, dat gebeurt dus door bewegen. En hoe zou u kunnen bewegen? Door een super app. En die app heet het ommetje. U gaat een ommetje maken. Tuurlijk, naar buiten is nu voorzichtig. Alleen grote afstand. Als u denkt, ja, maar het is toch gauw druk, ga dan 's morgens vroeg. Ga 's avonds wat later, als het rustig is. Dat is natuurlijk superbelangrijk. Maar dat ommetje is fantastisch om te doen. Enorme, zeg maar, incentive, beloning. Want u ziet aan die app, oh, hoe doet u het? En u krijgt feedback. Hartstikke, hartstikke leuk. En is er nog een andere reden van u zou kunnen zeggen om dat ommetje te doen? Antwoord is zeker ja. Denk aan dat afweersysteem. Het afweersysteem is zeer supercomplex, maar twee cellen wil ik wel noemen. Dat zijn de NK-cellen. NK, natural killers. Killen alles wat binnenkomt. Natural killers. Virussen. AK. En de T-cellen, dat zijn de witte bloedcellen. Ook superbelangrijk voor de afweer. Dus wat zie je nu? Dat als u dat ommetje doet, u gaat bewegen. Dan zie je dat de activiteit van die NK-cellen en die T-cellen, die activiteit gaat omhoog. Uw afweer gaat dus toenemen. Nou, dat wil niet zeggen dat u daarmee het coronavirus niet krijgt, maar u zorgt wel dat de risico's naar beneden gaan. Aha! Precies wat we willen. Dus dat ommetje, niet alleen voor grip op allerlei negativiteit en dat u denkt, ik voel me gelukkig minder gestrest als ik het ommetje doe. Prachtig hè, hersenstichting, ommetje. Maar ook dat u denkt, ik werk aan mijn afweer en dat afweer, supermooi, dat u gewoon de risico's op virussen en infecties daarvan verlaagd. Nou, dus ik zou zeggen, ja, download nou die app en u zult zien, het is echt superleuk om te doen en u bouwt aan gezondheid op allerlei gebieden. Ik wens u er enorm veel succes mee. Zet hem op, blijf gezond en doe het. Bye bye, hè? Tot kijk.